In Suriname is er al sprake van community transmission wat betreft het COVID-19-virus. Dit zei epidemioloog Rajesh Ori gisteren op de COVID-persconferentie. Er werd eerder gesproken over COVID-harden. Echter is dit virus nu overal in Suriname. Binnen de community transmission bevinden we ons nog in code rood, omdat het virus in ons land nog beheersbaar is. Alle besmette personen kunnen nog geïsoleerd worden en er kan nog een contact tracing gedaan worden. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid vindt het erg dat bepaalde mensen het niet nauw nemen met de COVID-maatregelen. Hij besprak een geval waarbij er een afscheidsfeestje is gehouden voor een besmette persoon. Toen de ambulance de persoon ophaalde om naar het ziekenhuis te brengen, waren er meer dan 100 personen op het adres aan het feesten. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. Het outbreak management team waarschuwt dat de COVID-gevallen steeds toenemen en als deze trend aanhoudt, de situatie onbeheersbaar zal worden.